Het terrein naast de Schalm is inmiddels klaar om bebouwd te worden. Op die plek komt namelijk een zorgcentrum. Volgens de verwachtingen kunnen in januari 2009 de gebruikers een intrede doen in het nieuwe gebouw. Het medisch gezondheidscentrum Borgelen, dat komt hier omdat we zien dat de stad en haar inwoners steeds ouder worden. Dat is toevallig allebei zo. Maar goed, in ieder geval ook in deze wijk heeft ze gewoon een voorziening nodig om die oudere mensen ook dichtbij medische voorzieningen te geven. Wie zijn allemaal betrokken bij dit project? Woonbedrijf Iedereen is de ontwikkelaar van het project. Maar het gaat natuurlijk nooit alleen. Het gaat in samenspraak in ieder geval met de Stichting Elst. En de Stichting Elst is een verband hier in Deventer wat ervoor zorgt dat in wijken dit soort voorzieningen komen. Er zitten onder andere Sallandverzekeringen achter. En daarnaast natuurlijk ook de gemeente die ook een belang bij heeft dat dit soort voorzieningen in wijken komen. Nou, in dit pand komen een aantal specialisten. Fysiotherapeuten, huisartsen, cesartherapie, psychologen, wellicht ook een apotheek. Een aantal van dat soort voorzieningen moet u aan denken. Ik denk dat de bewoners op zichzelf genomen dit soort voorzieningen natuurlijk nodig hebben. En dat weten we, er wordt onderzoek naar gedaan. En op basis daarvan wordt zeg maar zo'n centrum opgebouwd, opgesteld. En worden zeg maar deze partijen gevraagd om hier huis te gaan houden. Het gezondheidscentrum wat we hier bouwen, het medische centrum Borgelen. Ook wel een goed genoemd, hè? Gezondheidscentrum onder één dak. Dat is het eerste wat we hier neerzetten om uiteindelijk hierachter bij het winkelcentrum ook een vernieuwing tot stand te brengen. Waarbij het winkelcentrum wordt vernieuwd en er een aantal nieuwe woningen worden gerealiseerd. Zorgwoningen waar ook de ouderen of de zorgbehoevenden goed kan wonen, zelfstandig kan wonen. Nou, aan de binnenkant wordt die heel erg licht en erg ruim. Dus het wordt een heel spannend ontwerp. En ook aan de buitenkant heeft hij hele mooie details met veel hout. Ja, prachtig ding. Ik denk dat hij heel mooi past hier in de bestaande bebouwing en in het groen waar we hier nu voor staan.